zei jij bent zelf een flikker, hi-ha-ho. Dit is in Roermond op 14 april 1979. Het is de allereerste Roze Zaterdag ooit en een demonstratie tegen de uitspraken van bisschop Jo Gijzen. Maar ik denk dus dat toch het voornaamste is wat Christus ons is komen brengen, juist die brug bouwen naar God. Deze man. In 1979 zei hij in een interview met Elsevier dat de kerk homo's niet als voorwaardig lid opneemt. Zijn het mensen die verkeerd zijn gevormd of voorgelicht, dan zal ik daar veranderingen in moeten brengen. Maar zolang dat niet lukt, zal ik tegenover de kerk zo eerlijk moeten zijn om te zeggen, deze kerk kan dit niet accepteren en jullie als volwaardige leden opnemen. En daar werd tegen geprotesteerd. Ik ben lid van de werkgroep ouders en homoseksualiteit. Dat wil zeggen dat een van mijn kinderen homoseksueel is en dat ik volledig achter mijn kind sta. Hoe dan ook. Dat hij net zo'n fijne vent is als ieder andere vent. Behalve in de ogen van zo'n klootzak als een Gijzen. Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome zure smoel. Omdat hij zelf niet neuken mag, meent hij volaf grijzen. Zijn medemens die anders is terecht te moeten wijzen. Het God te samen op één stoel, dat geeft een lekker machtsgevoel. En heb je nog even? Want dan maken we nog een sprongetje naar New York, 10 jaar eerder, in 1969. Toen braken hier de Stonewall-rellen uit. De New Yorkse politie viel homobar Stonewall in binnen, omdat homoseksualiteit in die jaren verboden was in de Verenigde Staten. The CBS News Public Opinion Survey indicates that sentiment is against permitting homosexual relationships without legal punishment. Als de politie binnenviel, werden de bezoekers in rijen opgesteld en moesten ze zich identificeren. Normaal werd het personeel van de bar getipt dat de politie eraan kwam, maar dat gebeurde deze dag niet. We were at the back of the room. The police started coming in, raiding the bar. Bij het aanbreken van de dag stopten de rellen, maar de dag erna werden ze hervat met Marsha P. Johnson. You never completely have your rights. One person told you all have your rights. En Sylvia Riviera voorop. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. Zij werden in korte tijd het gezicht van de beweging. Met de Stonewall-rellen is wereldwijd de basis gelegd voor de Gay Pride zoals we die nu kennen.